Mitchell Steeman, zojuist met de vier zonder niet tot de finale doorgedrongen. Dat was erg jammer. Ja, natuurlijk is het jammer, maar ja, het is een zwaar veld. Het is WK en ja, helaas hebben wij nog net niet het niveau waarmee je hier mee kan doen, of de ervaring. 1200 meter hebben jullie het uitstekend gedaan. En ja, toen zijn jullie voorbij gestoken. Wat gebeurde er? Ja, ik denk we zijn gewoon vanaf de start vol gegaan. En dat merk je iedere keer in de pushes. Dan, je kunt er niet heel veel bij doen. Je gaat gewoon constant vol. En ja, op de 1200 meter dan krijgen die andere ploegen die krijgen het voor elkaar om nog te versnellen. En als wij dat proberen, ja, dan valt het gewoon nog een beetje uit elkaar. Dan houden we het niet bij elkaar en dan maken we niet meer snelheid. Het klinkt alsof je zegt van we zijn te onervaren in de vier zonder. Ik denk dat het vier zonder veld gewoon een onwijs ervaren veld is. En ja, ik denk dat wij nou niet daar nog heel veel raceervaring op kunnen doen, ja. Maar jullie hebben ook een redelijk ervaren ploeg op de wereldkampioenschappen en Olympische Spelen. Ja, tuurlijk. Maar we hebben natuurlijk heel veel in de acht gevaren. En je komt er hier toch achter dat dat vier zonder veld echt wel een ander veld is, een andere manier van racen is. En ja, daar missen we gewoon nog wat kwaliteit.